Hij is oud-hoofdredacteur van Playboy en tegenwoordig creatief directeur bij de FHM. Als vrouwenfluisteraar is hij deskundige op het gebied van vrouwen en hij schreef zelfs het handboek voor de liefdespanter. Voor alle mannen die willen weten hoe ze een vrouw moeten versieren. En hij is ook nog eens mijn persoonlijke cultheld. Dames en heren, het is de enige echte Jan Heemskerk. Goedemiddag. Fijne introductie, zeg. En nou valt het mij op dat er in mannenbladen toch wel weinig roodhaarige vrouwen staan. Hoe komt dat? Ja, nou ja, ik weet het niet. Maar als ik moet gokken, dan denk ik dat het komt omdat er simpelweg verhoudingsgewijs weinig roodhaarige vrouwen zijn. Mm-hmm. En er zijn er veel meer blonde, veel meer bruine en veel meer zwartharige vrouwen. En ja, de wet van de grote getallen maakt dan dat de trefkans dat je een hele mooie roodharige tegenkomt net ietsje kleiner is dan uit de andere categorie. Ik weet in elk geval zeker dat het niet komt omdat we roodharige vrouwen niet mooi vinden. Want ik weet van een heleboel mannen ook persoonlijk dat ze dol zijn op rode vrouwen. Ja, en merk je dat ook bij het publiek, zeg maar, wat bijvoorbeeld de FHM leest? Nou nee, wij vragen het nooit. Trouwens, we hebben het wel gevraagd, maar nou weet ik de resultaten even niet. Maar in de FHM 500 die nu in de winkel ligt, daar staat ook een onderzoek in. En hebben we onder andere ook aan die mannen gevraagd wat voor haarkleur ze het leukst vinden. En daar kwam brunette in ieder geval als aantrekkelijkst uit. Okay. Maar ja, dat is allemaal onzin natuurlijk. Want wat je kent, hè, dat is dat wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Hè? Dus je komt natuurlijk maar heel zelden inderdaad roodhaarige vrouwen tegen. En nu ik dat ook zo met jou bespreek, vind ik dat eigenlijk ook een onwijze schande. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat roodhaarige vrouwen toch wel een beetje een unicum zijn voor de man. Dus die worden wel op een soort van speciaal voetstuk geplaatst. Nou ja, ik bedoel, ik ben niet zo'n hele grote vrouwenveroveraar, moet ik zeggen. Maar ik mag toch niet bogen op verkering met een roodhaarige vrouw bijvoorbeeld. Ja. En eigenlijk is het wel triest. Ja, dus jij zegt het ligt eigenlijk niet aan de vraag naar een roodhaarige vrouw, maar het ligt aan het aanbod. Ja, ik denk, ja, dat. En wat krijg je dan? Dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy. Je ziet het nooit. Dus roodhaarige vrouwen gaan dan denken, nou, dan zijn we zeker niet mooi genoeg. Dan zullen we ook ons maar niet opgeven. En dan krijg je dus nog steeds minder roodhaarige vrouwen. Ja. En dan wordt het echt een soort exoot. En dan gaan mannen misschien ook wel denken dat ze vreemd zijn, want je ziet ze nooit. Nou, kortom, er treden allerlei hele gekke antropologische processen treden erin werking. Ja. Maar dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen, Kelly. Nee, maar zoeken jullie wel naar roodhaarige vrouwen dan? Want je zegt van, we zien ze nooit, maar zoeken jullie daarnaar voor in het blad? Nee, zo werkt het ook helemaal niet. Het is niet zo dat wij op de straten lopen met duizenden scouts op zoek naar vrouwen. Dat zou wat raar zijn. Ja. Nee, het werkt eigenlijk andersom. Je hebt een heleboel vrouwen die het ontzettend leuk vinden om in de Playboy of de FHM te staan. En die bieden zich aan ons aan. Oké. Okay. Daarbij moeten we wel eerlijk zeggen, zijn weinig roodhaarige vrouwen bij. Dus oh, we moeten het een beetje omdraaien. Ja, we moeten eigenlijk een soort manifest opzetten dat alle roodhaarige vrouwen zich moeten aanmelden dus. Ja, dat je als roodhaarige vrouw eens moet gaan staan voor de zaak. Ja. En zegt, wij zijn ook mooi en wij willen dat de wereld dat ziet. je bent in een kleine minderheid, dus je zult jezelf toch moeten laten horen, vind je niet? Ja, zeker. Dus misschien moeten we dat. Jij hebt toch een blog? Nou, roep op. En ik garandeer je dat als we genoeg hebben, zeg 20 roodharige vrouwen, om een mooie castingdag mee te doen, dan doen we een roodharige castingdag. Ja. En de mooiste 4 of 5 die komen dan in de FHM. Oké, dus dan hebben we een deal. Ja, hebben we. Gewoon. En als jij dat regelt, dat de roodharige vrouwen in drommen door heerlijk al een mooie witte huid en ach, in sproetjes. Oh, wat een feest! Oké, dus concreet, we zoeken 20 mooie roodharige vrouwen. Of er ook 100 zijn, prima, iedereen. Ja, minimaal 20 in ieder geval, die melden zich aan. Ja. Op mijn blog kun je dus lezen hoe zij zich aanmelden. En dan gaan wij samen verder in gesprek hoe we dat allemaal lekker gaan vormgeven. En dan gaan we gewoon rood een bekoring, een soort special edition van de FHM uitbrengen. Nou ja, en dan inderdaad ook, weet je wel, dan maken we er ook leuke artikelen bij dat roodharige vrouwen vroeger in de fik werden gestoken als heksen. En dat ze enge magische krachten schijnen te hebben. En wat er zo bijzonder. En meisjes met rode haren die kunnen zoenen. Dat is niet mis, was vroeger het liedje. Nou, dat ook waar is. Maar kortom, we maken er dan een hele roodharige special van. Zodat we echt volledig zijn bijgepraat over alle mythes
raarheden over de roodharige medemens. Yes. In casu de vrouw dan wel, hè? Want mannen hoeven niet te reageren. Dat nee. Even vertel vervoeren. Nou, dan zeg ik dat we een deal hebben. Ja, toch? Yes. Hey Jan, hartstikke bedankt voor je tijd. En, dat was super gezellig. Ja, en dan spreken wij elkaar snel om dit idee verder uit te werken. Ga ik lekker naar Miss Holland vanavond. Okay. Super, doei. Veel plezier, doeg. Doeg.